mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Hans de Pest. En vandaag een nieuwe aflevering van Rocket League. Ik hoop, in ieder geval nog steeds bedankt voor de 500 abonnees. Ik ben er echt heel blij mee. Echt heel blij mee. En als je dit dus vaker wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Dan kan ik het ook veel vaker gaan spelen. Want ja, de 1k abonnees en de 4000 uur zullen wel handig zijn, zullen wel wat fijn zijn voor me. Eerlijk gezegd. En een gek voorzetje en ik krijg hem. Volgens mij was het een fijn voorzet, maar... Dus. Nou, we staan netjes voor. Ik hoop dat we voor kunnen blijven. Ik denk dat het vandaag ook goede potjes gaan worden. Vol positieve energie. Dat ik goed kan timen en zo. Alleen nu nog laten zien, hè. Ja. Dat is nou jammer. Die is nou erg jammer. Pak je... Nou, deze is voor mij. Ja, dat is jammer. Kijk, dat is alsnog uitverdedigd. Ook hou ik hem niet geraakt. Uitverdedigd. Ja, wel een goede tegenstander. Ook een keer fijn. Dat de tegenstander een beetje partijdig of een beetje tegenstand kan bieden. Natuurlijk, ik win niet alles, maar... Soms heb ik van die... Zeker ook van die tegen die teams waar je van... Eigenlijk makkelijk te vinden. Maar ja, dan zit niet mee qua teammates. Dus ja... Zo. Eigenlijk wel gaaf die van hem. Ik heb die al 2 jaar geleden, of van 2 jaar geleden, een jaar geleden. Van mijn andere kant. Van een jaar geleden. Dan kreeg je die dingen. Normaal gesproken kreeg je die toen dan nog. Mee verdedigen. Nou, nog even een goede uitsprong. Want... Ik
nee. Nice, tegengehouden. En een mooie schot. Ook afmaken. Nee, op de paal. Gelijkspel op het laatste moment. Oh, dat is genaaid. We zijn genaaid. Op het laatste moment. Jezus. Ah ja, misschien kunnen we alsnog de winst eruit slepen. Hè? Dat weet ik niet. Maar... probably wel. Even nou een doelpunt erin gooien en klaar. Dan. We go play Minecraft, please. You go play Minecraft, please. Hij is er voor. Nice dit. Tik hem erin. Ja, nice. We hebben gewonnen. Dus ik zie jullie zo ook bij het volgende potje. Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. We maken ons best. Het eerste potje wat je hier krijgt te zien is zonder Mike. Dat deed niet. Ja, was geen Mike registratie ofzo. Dat had niet opgenomen. In ieder geval, het tweede potje zijn we er gewoon bij met Mike. We hadden het eerste potje, zoals je kunt zien, zoals je gezien hebt, waren we goed bezig. We stonden 2-0, 2-1, 2-2 op het laatste moment. Maar we hebben het koelbloedig met ons team gewoon de winst naar ons toe gesleept. Dus ja. En nou gaan we dit potje knallen. En ik begin gelijk met een voorzet. Wordt die afgemaakt? Ja. Nee. Wat doen we? Wat deden ze nou? Oh. Ja, ik gooi gewoon mijn auto erin. Ook goed. Nice doelpunt. Ja, no. Oh man. Ja, beetje op de kruising. Ah, was niet in de kruising. Alleen een beetje te erg op de kruising. Nice. Doelpunt. 1-0 voor. Jas, jas. Ja. Ik hoop dat ze verder gaan. Moet ik nou geen steekje laten vallen? Hè? Dat heb ik wel. Dus dat gaat goed. En dan is het ervan. Oh. Kan ook. En nu de counter.
Oké. Dat er blijkbaar dus onder. Ja. Wat was dat voor bal? De bal in één keer zo van... ik ging er tegenaan en in één keer kwam vries. Die had hij zo hard moeten maken. Maar hij faalde zo hard in. Jammer. Ik dacht, ik ga er wel in, maar... Zo, kruising. Geen kruising. Ja, dat is nou niet zo. Oh, oké. Dat is zo'n lucky doel. Dat is zo'n verrekte geluksdoelpunt. Moet er nou weer eentje in knallen? Oké. We gaan er weer voor, hè. Gaat wel lukken. Come on, team. We gaan ervoor. Ja, dat is niet de bedoeling om mij te pokken dan. Ik ga er geen voet voor gebruiken. Dat zie ik gebeuren dat ik te hard ga. En dan gewoon een finaal mis en dat is zat. Dus nee. Maar even op het gemakje. Zo. Rustig afgemaakt. 5 seconden voor de tijd. Oh, team mee. Team gaat reetje. De tegenstander gaat racen. Mooi dit. En hoppakee. 5, 3, 2, 1. En aflopen. Verloren. Tenminste tegenstander. GG. In ieder geval, we gaan gelijk door naar het laatste potje van vandaag. Welkom terug bij het laatste potje van vandaag. Ja, daar ging mijn teammeter luchten. Even kijken. Ja, goed bezig, teammate. En. De laatste seconde, denkt hij. Zal ik misschien gaan bewegen? Dit is AFK. Sorry, AFK. Zo, sorry. Ja, dan ben je gewoon een sukkel. Ik had er ook bij moeten zijn, joh. Zo, dat had je makkelijk kunnen hebben. Cheat. Ik spaar even de dit, want ik ken dat. Zo. Ja, jij denkt... scoren bij mij. Nee, dat gaat niet zomaar.
Ik had zo gehoopt dat ik er gewoon een kruisje had. Ja, meestal wil ik dan nog zo'n tweede boost doen, maar dat gaat in de niet. Echt best wel irritant. Ja, daar kon ik niks aan doen. Daar kon ik zo weinig aan doen. Dan zat een beetje achter me en dan moet ik wel proberen te verdedigen, maar dat gaat bijna niet. Dus ja. Deze heb ik. Niet. Psych. Ook al gewoon weg in de nacht. Ook al genaamd. Ja, die heeft het niet. Nice teammate. Very nice. Ik wou zeggen, die schiet hem na, maar die schiet hem net echt op de paal. Oh, we moeten even de lucht in. Even de hoogte maken en dan gooit hij hem voor. En dan is het zo van, hey, no. Zo van... En dan scoren we alsnog. Jezus. Ik werd eruit van balans gebracht. Tja, ik stond daar en toen beukte die. Dus ja. Oh ja, dan gaat het een liefde. 1. Min doelpunt. Wat een redding, niks dan wat een redding. Oh ja, tuurlijk. Hè? Ik geef hem in het midden dat hij gewoon iemand weg kan stappen. Nou ja, hè, je zit met de AI, dus die blijven rustig in het oor hangen. Oh, kut AI. Oh, we hebben een aantal afleveringen. Gescoord. Maar nou, de leuk is het weer. De AI is echt zo'n haatliefde inderdaad. De ene keer knallen zit aan alle kanten en de andere keer heb je zoveel aan de AI. En nou hebben ze het. Maar ja, laatst met je helaas verloren, maakt niet uit. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Abonneer, reageer en like zeker deze video. Vertel ook iedereen, deel deze video gewoon met je vrienden, familie, mensen die Rocket League leuk vinden. Mensen die gewoon een kanaal willen supporten. Want Road to 1K, hè? En Road to 10.000 views in totaal.
En een duimpje omhoog, 5 likes misschien. In ieder geval, bye mensen.